Wow. Frank Ernst Evenblij. Een lekker actueel gevalletje toch? En het was wel... Schijt er aan toe, dan tenminste een persona! Maar hij klonk toch wel lekker. Ik Dijkstra, ik moet je zeggen, er heerst veel blijdschap in mij. Dat heeft natuurlijk alles te maken met het feit dat Willem II gewoon volgend jaar in de Eredivisie speelt. Uiteindelijk gewoon gaan we daar nog over hebben? Nee, maar ik moet zeggen, het was een spannend seizoen voor mij. En dat is ook leuk, want ik hou van wedstrijden ja, met spannend. Ja. Die play-off wedstrijd en mijn NAC. Ja. Ik heb echt genoten. Ja, ik vond het zo gigantisch spannend. Hoe erg ik het ook vind voor Emmen. Ja, ik had het ze graag ook gegund. Het is eigenlijk gek, hè. Dat, ik vind die wedstrijden om Europees voetbal, die zijn eigenlijk kontzaai. Ja. Maar die play-off wedstrijden om de promotie tegen de man, die zijn spannend. Eén wedstrijd. En Emmen, jongen, die hebben denk ik wel 56 keer op doel geschoten. Er ging er gewoon niet één in. Maar ik had de bus geparkeerd, hè. Weet je, maar je zag gisteren aan Emmen hoe dicht jullie langs de afgrond zijn gescheerd. Ja, dat klopt. Je ziet het gewoon. En zo één zo'n wedstrijd kan het. Maar ik heb in één keer is het pats klaar, hè. Maar het is wel ook met die penalty. Ik hou echt van penalties, zolang het niet mijn eigen club betreft. Ik kan er helemaal niet tegen. Als maar mijn eigen het club is zo spannend. En ik ben Nederland zelf te komen. Maar ik vond gisteren ook zo spannend. Maar van wie ben jij nu? NEC en NEC bedoel ik NAC? NEC NAC? NEC NAC bedoel je? NEC NAC. Kijk, je mag nooit zeggen NEC. Maar alleen als ze tegen NAC spelen, dan mag je wel zeggen. Nek-nak. Remco Evenepoel, die gaat niet redden, hè? Nee, maar de voorspelling, Remco Evenepoel gaat het Giro winnen, dat was een uitstekende voorspelling. Dat heeft niks te maken met de niks te maken met de uitkomst. Een goede voorspelling? Het heeft niks te maken met de uitkomst. Maar dat moet je toch lachen? Ja, maar nee, zo. Dat is een uitstekende jij zegt altijd, ik ben echt een van de beste voorspellers. Meeste voorspeller. En dan heb je niet gelijk, dan zeg je altijd ja, maar een goede voorspelling, dat zegt niks over de uitslag. Ja, nee, nou. Of de uitslag zegt niks over de grootheid van de voorspelling. Ja, dat was uitstekend. Giro is ook nog niet klaar, hè? Nee, en nog even, mind you, hè. De Giro is een grote wedstrijd, hè. Dat mensen het even weten. Dat vind jij mooi, hè? Ja, omdat jij dat altijd zegt. Nee, dat heb ik er ooit één keer uitgeflapt in de uitzending van Tour de Jour. Toen won Bauke Mollema voor de Tour in. En toen zei ik, de Tour is een grote wedstrijd, ja, hè. Alsof ja, mensen dat niet weten. Nee, ja. jij dat ik keek dat ik op een gegeven moment zoveel vrienden. Met een aplomb. Ja. Dat heeft ermee te maken dat ik keek op een gegeven moment zoveel wielrennen dat je dan erbij moet gaan zeggen van nee, maar dit is een grote wedstrijd. Ja. Snap je? Ja. De Giro is ook een grote wedstrijd. Giro is een grote wedstrijd. Maar jij denkt nog steeds Evenepoel maakt de kans. Ik denk wel dat hij het podium nog kan halen, ja. Dat denk ik serieus. Ja, podium. Ja, podium. Ja, ja, ik vind het knap. Zeker na alles wat er is gebeurd. Toch, weet je wel. Maar bijna al winterronde. En dat is dik verdiend, want hij rijdt geweldig. Ja. Hey, en dan staat dit weekend op het programma misschien Utrecht-Feyenoord. Ja. Feyenoord-Utrecht. Ja. Waar kijk jij liever naar het Songfestival of toch naar die play-off? Naar het Songfestival. Echt waar? Ja, dat meen ik bloedserieus. Ik vind die play-offs om Europees voetbal die vind ik niet zo heel leuk. Nee, ik vind het ook niet zo leuk. Maar dat vind ik toch een beetje armoedig. Van die clubs die wel met elkaar kiezen tussen het Songfestival en... Ik vind het Songfestival hartstikke leuk. Echt waar? Ja. Dat vind ik nou echt een kloot aan. Nee, dan kan ik gewoon één keer per jaar even lekker de wilde nicht in mij loslaten. God allen, mijn magisch. Waar zit je het weekend? Waar zit je het weekend? Thuis voor de buis. Ik moet wel even zien. Nee, maar dat is toch wel een soort van folklore. Het is toch wel leuk, man. Ik kijk liever naar het Songfestival. Ja, dat meen ik echt. Ja. Ik vind Nicky de Jager, dat vind ik een hoger niveau dan Feyenoord FC Utrecht. Dan Willem Jansen. Ja, vind ik wel, ja. Nicky de Jager weer van een hoger niveau dan Willem Jansen. Ik vind niks mis met Willem Jansen, maar Nicky de Jager... Nee, maar Nicky de Jager vind ik echt fantastisch. Die filmpjes die vind ik echt top gemaakt. Dus hoor je dat? Willem Jansen? Wat van leren. Willem Jansen? Jij wordt gewoon lager ingeschat dan Nicky de Jager. Dat is prima, dat is goed. Waarom maak jij dat dan meteen weer zo persoonlijk? Dan Max Verstappen, Monaco in de achtertuin. Ja. Wat denk je? Denk jij dan dat hij dat heel goed kent, dat circuit? Omdat hij er al de boodschappen woont daar. Ik denk wel eens een kopje koffie en dan denk ik daar de boodschappen. Ja, de champignon, normaal. Ring, dan gaat hij. Ja. Ik merk gewoon aan mijzelf dat ik dit seizoen steeds meer fan weer begin te worden van Hamilton. Ja? Ja. Ben je voor Hamilton? Nou, ik ben niet voor Hamilton, maar... Aan het begin werd steeds gezegd, die auto is minder en we zijn nu 3-4 races onderweg. Ik vind dat Hamilton die heeft een paar keer echt gewonnen, dat je denkt, hoe krijgt hij het voor elkaar? Maar wat vind jij dan? Vind je niet? Ik merk toch weer, Jos is ook alweer goed zagrijnig. Zagrijnig. Nou, Max is nog niet zagrijnig, maar dat duurt ook weer niet lang. Nee. Ik kijk graag naar autoracen, Frank, maar uiteindelijk is het toch een sport waarbij iedereen altijd zit te klagen van, ja, die auto is nog niet goed genoeg. Ja, dat hoort dan nog één keer bij die sport. Ja, dat is ook weer waar. Alle gezeur altijd erover, man. En dan gaat Formule 1 ook nog wel bij Ziggo Sport. Ja. Vind je het zielig? Ja, vind ik wel zielig. Voor wie vindt het zieligste? Voor Rob Campus. Rob Campus. Nou ja, in ieder geval, ik hoop, misschien mag hij wel mee naar die Zweedse zender. Ja? Dat hoop ik eigenlijk wel. Maar die man die is zo Formule 1 en dat past ook gewoon. Hij weet er ook veel van. Hij doet het ook uitstekend, vind ik. Vind ik ook, ja. Dus, of denk je dat er straks een of andere Zweed zit? Ja, dat denk ik. Met een Nederlandse vertaalmachine. Dat denk ik. Max Verstappen. Mocht je kijken, Zweedse televisiebedrijf, Rob Campus. Hij is wel oud, maar hij ziet er nog niet zo oud uit.
Hij is wel oud, hè? Hij is wel oud. Dat is wel een na compliment van jou, trouwens. Ik ben blij dat ik bevriend ben met jou weer. Ga jij nou wel lekker de wilde nicht uithangen?